Welkom bij de introductie van USC 4, oftewel USC 4. Welkom! En we gaan dit spel eens even proberen terwijl het nog een download is. De eerste 9 gigabyte zijn binnen en dan kun je het spel al een beetje spelen. Natuurlijk kun je dan meteen een wedstrijd spelen, maar je weet van niks. Je weet niet hoe de knoppen werken, je weet niks. Dus eens eventjes eens proberen hier met de controller wat er allemaal mogelijk is. En dan weet je al heel snel dat bijvoorbeeld je met de rechter joystick terug kunt lopen en je kunt verdedigen. En ook met het rondje kun je dan een verdedigende houding aannemen of met R2, daar ben ik al achter. Maar in het begin gaat dat natuurlijk helemaal niet goed en ben je zo natuurlijk knock-out. Maar goed, je moet eigenlijk alles op je gemak gaan doen, eens even lezen hoe alles moet. Maar om deze introductie niet te lang te maken heb ik toch wel een paar speltypes geprobeerd, dat wil zeggen een paar oefenwedstrijdjes en daar ben je nu naar aan het kijken. En ik ben de man in de gele broek die natuurlijk beneden ligt nu. En dan op een gegeven moment heb je toch door als je gewoon eens van toetsen indrukt, zo kan ik hem vastpakken of dit of dat, maar je bent het daarna alweer vergeten. Want er zijn zoveel combinaties die je moet onthouden. Zo weet je bijvoorbeeld dat je L1 en dan op het kruisje drukken hoog kunt schoppen. En dan kun je natuurlijk ook met het L1 doen en het vierkantje. En dan is het rechts schoppen en de andere kant is links schoppen. En zo leer je dan op een gegeven moment wel hoe het moet. Maar je ziet al gauw dat de wedstrijd binnen een aantal minuten, 1 minuut of zo, gedaan is. En dan lig je nog out. Dus we gaan even naar het volgende stukje kijken of het daar wel lukt. Congratulate him on a huge knockout here tonight. He'll probably keep that smile while he's sleeping tonight after what he was able to produce here. He's gonna be... Ja, en dan gaan we nog eens in dit spel proberen en dan weten we toch al hoe we moeten schoppen en een keer moeten slaan. Dan begin je toch al iets beter te doen, maar ik zeg je, ik heb het een keer of 10 allemaal overgedaan. Ik zal niet al die filmpjes delen met jullie in het begin. Het is maar voor jullie gewoon eens even te laten zien hoe het werkt eigenlijk en hoe het spel eigenlijk is. Hij is dus nog aan downloaden en dat betekent dat je zelf nog geen speler kunt maken, nog geen fighter kunt maken. Dat zal voor de volgende keer zijn. Dit is een kleine introductie voor heel eventjes kennis te maken met het spel, zoals gezegd. Maar het voelt goed aan, het is spannend. En ja, je moet eigenlijk echt daarvoor gaan zitten. En alles van begin af aan moet je dus leren. Heel veel YouTube filmpjes kijken, want er zijn mensen die heel goede adviezen geven en tips geven voor in het begin. Zeker als je strak de carrière mode wilt gaan spelen, want dat is nog iets heel anders. Dan moet je natuurlijk op de hoogte zijn van wat je wel moet doen met je leven en met je uithoudingsvermogen en zo. En hoe je dat kunt opkrikken en hoe je punten kunt verdienen waar je dus weer andere dingen mee kunt kopen in het spel, et cetera, et cetera. Maar zover zijn we nog lang niet. Daar zal een paar maanden overheen gaan, want we gaan nu eerst proberen op de been te blijven en al een keer als we op de grond liggen onder de tegenstander uit te komen. Continues to throw, but this is like double A striking. This is not high level. Yeah, you can't be missing. It takes so much energy to just throw a strike, but to be whipping like this, it's only exhausting because every moment he's trying to... Nice move done as he gets the double A takedown. All right, so he postures up here and now figures to rain down some ground strikes. Yeah, the ground and pound will be a plenty from this position.
Ja, dan eens kijken of we onder hem uitkomen. Dan moet je de L-stick goed vasthouden en in een bepaalde cirkel draaien. Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar je ziet, soms lukt het toch om de goede kant te kiezen om onder hem uit te komen. En dat is al veel waard natuurlijk. Maar ja, je zult zo zien dat ik toch wel weer knock-out ga. Want dit is dan de tweede gevecht. En ik zal dadelijk meteen doorschakelen naar een ander gevecht. Anders wordt het te eentonig. Een andere fighter even kiezen. En eens kijken of het dan wel beter gaat. Ja, nog even een heel klein stukje met deze man in rematch. Dan kun je zien dat ik toch al een beetje door heb hoe je je moet verdedigen. Kijk maar, ik ga dan achteruit en ik ga al achteruit leunen zodat hij niet aan me komt. Dat is al heel goed. Dat is met de rechter joystick helemaal naar rechts en naar beneden. En dan kun je je dus verdedigen. Soms lukt dat goed en soms lukt dat niet goed. Maar in ieder geval, het is goed om te weten hoe je jezelf moet verdedigen. Want dat is heel belangrijk. En daarna kun je soms alweer eens heel even de aanval kiezen. Maar groot doen zoals ik hier doe, dat moet je nog niet doen. Want dan lig je alweer op de grond. En moet je weer onder hem uit zien te komen. Ja, en dan ben ik toch onder hem uit en dan kan ik een paar stoten en slagen geven. En ik ga dit filmpje dan, dit stukje video inkorten en dan gaan we over naar een andere fighter. Ja, kijk eens, dat begin van een wedstrijd is toch prachtig in die arena en leuk gemaakt. Het is net of je er echt in zit. Kijk eens, daar kom ik op. Dat ben ik in deze wedstrijd. En kijk eens naar al die lampen die boven je schijnen. De aandacht die je krijgt van het publiek. Het is echt mooi gemaakt, mensen. Fantastisch spel. Moet er nog heel even aan wennen, maar... dat is een spel wat ik heel vaak ga doen. Ik vind het heel leuk. We gaan eens even kijken naar deze wedstrijd. Eens kijken of we toch al een beetje vorderingen gemaakt hebben. Om al wat slagen en schoppen op te vangen. Maar verwacht niet dat ik een wedstrijd ga winnen. Dat kan ook niet natuurlijk. Want dat is in deze... in deze trainingen nog niet mogelijk. Je weet nog niet heel goed hoe je alles moet aanpakken. Dus dat zit er zeker niet in. En het gaat zelfs zo snel dat je op tijd van een minuut soms al knock-out ligt. En dan moet je gewoon even opnieuw beginnen. Kijk maar, daar lig ik alweer. Door een schop. Dat is dus niet goed verdedigd. Nochtans had ik toen net de verdediging onder controle. Maar dat ben je dan weer even vergeten. En zo moet je blijven oefenen, blijven oefenen. En als je dan een uurtje gedaan hebt, dan kun je natuurlijk wel een keertje scoren en een paar goede klappen uitdelen, maar winnen, dat zal nog niet voor nu zijn. Kijk, dat was een mooie hoge schop, dat is toch al mooi. En dat is rechts, dat heb ik ook al geleerd. Gaan we ons nog even verdedigen, gaan we ons terugtrekken. Ja, 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 kijk, dan maak ik toch even die beweging weer achteruit om mezelf te verdedigen. Maar ik wil graag toch een paar schoppen en slagen uitdelen. Oei, 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 oei. En dan lig je dan weer op de grond. En dan beginnen we nog een keer opnieuw en dan sluiten we deze video af. Dan hebben jullie toch alweer heel eventjes zo meegekeken in de UFC 4. Dan weet je al dat ik het oefenen ben. En als de download vanavond laat helemaal klaar is, dan ga ik binnenkort eens een keer een hele leuke lange video maken van één wedstrijd. Dan hoop ik meerdere ronden zal te kunnen overleven. Goed mensen, leuk dat je even gekeken hebt. Blijf nog eventjes hangen. Kijk nog heel eventjes. En ik kom zo nog eventjes bij je terug. Series of strikes by him there. Great job of mixing it up, staying active, keeping busy, doing great work. Nice leg kick. And both guys really throwing with authority. Yeah, looks a little wobbly on his feet. He's got him hurt here. That one snuck in. Nice strike. Oh! Oh, straight right. Nice job.
land the kick to the body there by Edwards. Well, a lot of people think he might have the best. Kijk, wat leren we daaruit? Dat we toch altijd goed moeten zorgen. Kijk maar voor een hoge verdediging. En die hoge verdediging die moet je pakken met, dat weet ik alweer niet meer. Dat moet ik weer oefenen, zie je. Die hoge verdediging moet er altijd zijn, want anders krijg je een schop of een slag tegen je hoofd. En dan is het zo einde oefening. En zo leren we steeds bij mensen. We gaan dit spel proberen onder controle te krijgen. En ik hoop je snel weer te zien in de volgende video. Dankjewel dat je er was. En tot ziens. Hoi hoi. Declaring the winner by knockout, Leon Ruppier.